Ja, we hebben een petitie gestart via haarlemmerpoort.nl. En daarin roepen we de gemeente op om een buurtvriendelijk alternatief voor de Haarlemmerpoort te gaan bedenken. En daar dan de bewoners en de omwonenden bij te betrekken. En wat staat er te gebeuren? Nou ja, nu zijn de plannen van IJmere en ook van de gemeente om er heel veel horeca te maken. De hele begane grond en kelders en entresols van de poort wordt allemaal horeca. Er komt een café en een eetcafé of een restaurant. En het is bijna 700 vierkante meter. En dat zou echt, nou ja, de hele kant van het plein zou dat heel erg veranderen. En ja, we merken dat niet alleen de bewoners er heel negatief over zijn, maar ook heel veel omwonenden, direct omwonenden, die zitten helemaal niet op te wachten op nog meer horeca. Hoeveel mensen hebben getekend de petitie tot nu toe? Nou zijn er geloof ik 720 en het gaat steeds door, maar we willen wel liefst natuurlijk nog veel meer mensen. Ik denk ook dat heel veel mensen wel willen tekenen. Ik merk gewoon dat heel veel mensen nog niet gehoord hebben van de petitie. Maar via haarlemmerpoort.nl kom je erop. En op zich is het eenvoudig om te tekenen. Wanneer ben je begonnen met de petitie? Oeh. Ja, hij staat nou kleine week denk ik erop. Oh, dat is ongeveer 100 tekenaars per dag gemiddeld. Ja. Of nog, ja, zoiets. Ja. Nog iets minder dan een week denk ik. Ja. Maar dat gaat wel goed inderdaad. Hoe lang wil je hem laten staan? Nou, nog wel eventjes. Want we willen ook een spandoek hangen hier bij de poort. En flyers uitdelen. Maar als we een paar duizend ondertekenaars hebben, dan stappen we naar de gemeente. En dan ga je naar de gemeente. Wat voor status heeft zo'n petitie? Moet de gemeente daar naar kijken of kunnen ze daar vrijwillig mee omgaan? Ja, het is op zich niet dat de gemeente iets mee moet. Maar als er gewoon blijkt dat gewoon de hele buurt eigenlijk tegen deze horeca is, dan vind ik dat de gemeente als volksvertegenwoordigers dat ze daar iets mee moeten gaan doen. En dat er gewoon samen met de bewoners en ook de omwonenden gekeken kan worden naar een alternatief. Zoals? Ja, je kan allerlei buurtvriendelijke alternatieven voor die horeca met een groot terras bedenken. Zelf zijn we ook nog aan het nadenken, maar misschien bijvoorbeeld zou het hier een hele leuke trouwlocatie kunnen zijn. Het is natuurlijk een heel bijzonder gebouw. En dan kan je bijvoorbeeld een gedeelte hier van de begane grond misschien omvormen tot een speciale evenementenlocatie. Of misschien dat er wel werkruimtes kunnen verhuurd worden aan bedrijven. Het gaat jullie als bewoners dus niet alleen om dat jullie hier rustig kunnen wonen, maar dat je wel degelijk toch wel iets wil doen met het dorp. Nou ja, wij begrijpen ook wel dat het een bijzonder gebouw is in de stad. En dat er meer misschien mee kan dan alleen wonen. Maar we vinden ook dat het heel belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met gewoon de buurt. En ook de bewoners die er straks boven wonen. En we willen niet dat Amsterdam gewoon één grote toeristische attractie wordt. Dat is gewoon wel echt wat we moeten voorkomen. Ik denk dat heel veel Amsterdammers daar nu gewoon een probleem mee hebben. En ja, als we dit misschien in eigen beheer kunnen nemen en dat we zelf iets kunnen exporteren hier, dan is dat denk ik al een heel grote winst, ook voor de stad. Is er een bepaalde datum waarvoor jullie echt deze ideeën door moeten hebben? Want IJmere wil natuurlijk doorgaan met zijn plannen. Is er een bepaalde deadline voor jullie? Ja, op zich is het liefst natuurlijk allemaal zo snel mogelijk. Dus ik hoop toch wel over een maand of zo dan naar de gemeente te kunnen stappen. Om IJmere, die heeft een vergunning aangevraagd voor de horeca en dat loopt allemaal. En ze willen ook beginnen met de bewoners eruit te plaatsen. Dus ja, het liefst doen we het zo snel mogelijk. Er komt wel een point of no return aan. Ergens in de toekomst. Ja, kijk, als iedereen hier ontruimd is, ja, dan is er misschien geen houden meer aan. Dus het is een risico.